Coach, gefeliciteerd met het resultaat van de eerste ronde kwalificatie voor de volgende fase van het Europees kampioenschap. Welke uitdagingen staan ons daar te wachten? Hoe verder dat men in een toernooi gaat, hoe moeilijker dat de opdracht wordt, denk ik. Servië, Litouwen en Letland, dat ook, zoals België, iedereen verrast. Fysisch, mentaal zal het een harde dobber worden, maar we zijn er klaar voor, denk ik. Spelersgroep volledig in orde, geen kleine blessures. Wel, ik heb daar juist aan de tafel nog gezegd met dokter en kine, Peter en Johan. Zeg, we hebben onze problemen gekend voor het toernooi. En rekening houdende met de intensiteit en de energie en de battle, bij manier van spreken, dat je hier elke dag moet leveren, valt alles zeer goed mee. Natuurlijk zijn er links en rechts kleine details, kleine probleempjes, maar alles geraakt op tijd opgelost en alles valt houtvast houden natuurlijk heel goed mee. Welke ambities mogen we hebben in de tweede ronde? De continuïteit van hetgeen dat we aan het opbouwen zijn. Ik heb daar juist nog met coach Detman gesproken. En die zei, coach, enorme felicitaties met hetgeen dat hier geconcretiseerd wordt. En zegt hem, links en rechts heb je inderdaad wel wat geluk nodig. Maar bij ons was het juist hetzelfde. Finland plaatste zich in het eerste toernooi op basis van de resultaten van een andere ploeg. Maar dat is onze fout niet. En dit jaar hebben wij onszelf in het toernooi kunnen spelen om de tweede ronde te bereiken. Dus ik heb de indruk dat we heel goed op weg zijn. En het belangrijkste in die drie wedstrijden die daar komen, dat is één, spelen om te winnen. Verder bouwen aan onze identiteit, de ervaring opdoen om te weten hoe dat men op dergelijk toernooi moet leven, spelen en werken om er thuis te horen. En die boodschap meenemen naar ons land en uitdragen. Dat is een even goed resultaat als één wedstrijd winnen op een toernooi. Die boodschap meenemen naar huis en gebruiken zoals andere landen ze gebruikt om continuïteit en doorzettingsvermogen te creëren, om de regelmaat te creëren van elke keer opnieuw op zo'n toernooi thuis te horen. We willen dus vooral ervaringen meepakken om ons beter te positioneren in de toekomst, zodat we een land worden dat permanent op EK's aanwezig kan zijn met ambitie voor verdere kwalificaties. Zeker, zeker. Men mag niet onderschatten wat de top 12 betekent in Europa. Als dat een constante is, dan denk ik dat we thuis horen tussen landen zoals Slovenië, toch ook maar met 2,5 miljoen inwoners, dan denk ik dat we iets bewezen hebben. En dat bewijs, ik herhaal het, dit momentum van het toernooi is mooi, een overwinning is mooi, maar hetgeen dat men hier vaststelt en uitbouwt, dat is even mooi dan hetgeen dat één overwinning kan betekenen. Wij moeten discipline, structuur, organisatie mee naar huis nemen en uitdragen. Investeren in de volgende stap. En dat moet die continuïteit zijn om constant in die top 12 te blijven. En als men weet dat op die toernooi Polen naar huis gaat, Rusland, Turkije, Montenegro, Macedonië en andere grote namen, wel, één, laat ons er fier over zijn, over dat resultaat. En twee, uitbouw hetgeen dat we daar juist komen te zeggen. Dankjewel, coach. Succes met de volgende opdrachten. Dankjewel. Dankjewel.